Ik ben altijd 18 jaar, ik ben altijd fit. Dat fit boys. Ja. Wij zijn Britt en Lynn en wij gaan de komende tijd vloggen bij DAF over duurzame inzetbaarheid. Ja. Oftewel het programma Fit for the Future. Misschien weet je wel wat het is, misschien weet je niet wat het is. En wij gaan het aan jullie vragen vandaag. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik zag stiekem dat jij je tomaatjes zit te snoepen. Heel goed. Wat is duurzame inzetbaarheid? Zal ik je bril even voorop zetten, inderdaad. Mag ik jou iets vragen? Heb je al gedaan? Ja, dat is waar. Nou, dan ga ik weer. Doe ja. In feite gezond leven. Daar gaat het in feite om. Ja, ik fiets heel veel. Extreem veel. Wij zijn wel redelijk gezond, denk ik. Ja. Ja. Wij zijn goed bezig hier, zeggen ze. En daar staat helemaal vol met snoep. Het is wel dichte verpakkingen, dus dat is misschien wel boos. Ja, dat komt, ja, behalve de Twix. Vaak probeer ik wel te denken van, oké, ik moet wel een beetje gevarieerd blijven. Dus ook water erbij en een koekje in plaats van een Twixje of een BNO. Een koekje in plaats van een Twix. Een koek ja, dat is veel gezonder, hè? Ja, je zou ook kunnen zeggen een appel in plaats van een Twix. Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Wist jij het, wat het was? Nee. Ik dacht meteen aan het milieu of aan het groen. Groen! Ik ook. Ja? Ook dacht dat jij het wel wist? Nee, ik wist het ook niet. Dat verwacht je niet, hè? Gezondheid doe ik wel, maar ik ga mijn eigen niet op de weegschaal zetten of dat soort fratsen. Nee. I'm in control! I decide if I'm good or bad like you! Kijk je gewoon of je kleding nog past, is dat het een beetje? Ja. En vind jij het ook belangrijk om fit te zijn? Ja, 100%. Ja? 100%. Wat doe jij daarvoor? Ik slaap goed en ik eet zeker goed. Ik heb een rol in de hand, hè? Ja, ik drink het nooit. Als je het af en toe doet? Nee, je hebt het altijd gewoon vast. Ja, ik hou het vast, het niet open. Nee. Doe jij ook nog iets om jezelf dan te ontwikkelen qua uitdaging of qua werk? Nieuwe projecten oppakken, boeken over persoonlijke ontwikkeling lezen. Wow, je bent best wel het voorbeeld. Volgens mij ben jij nu gewoon het gezicht van duurzame inzetbaarheid. Probeer ik gewoon lol in mijn leven te hebben. Dus dan gaat het automatisch dat je duurzaam inzetbaar bent. Ja, zorg dat je op zo'n gezond mogelijke manier het einde van je werkzame carrière haalt. Zo, je hebt hem eigenlijk het best gezegd van iedereen vandaag in één zin. Duurzaam inzetbaarheid, het houdt van alles in. En wij gaan de komende tijd filmpjes maken om jullie te helpen. Maar je moet zelf uiteindelijk aan de slag. Maar je wordt wel mega geholpen door DAF. En door DAF Fit Girls hier. Ja.